interviewer. Waarin schuilt onze fascinatie voor het kwaad? Psychiater. Kwade keuzes van een ander boeien ons. Dat is een symbolische vrijwaring voor ons eigen gedroomde kwaad. Ik zie kwaad als een opeenvolging van verwerpelijke, schadelijke keuzes. Mensen moeten voortdurend keuzes maken. En ja, het kan zomaar gebeuren dat je iets kiest dat uiteindelijk een ander letterlijk gezegd kwaad doet. Soms kan er wel eens een stoornis doorheen spelen, dan wordt het wat moeilijker om vrij te kiezen. Maar het uitgangspunt is dat je als mens gewoon iedere keer, als je voor een keuze staat, moet nadenken, wat heeft het voor gevolgen? Je kunt een keuze maken die schadelijk is. Dat kan als je over de stoep gaat fietsen, dan weet je dat je een kleuter kan aanrijden. Dus je moet dan voordat je dat doet, ja, ook dingen die vanzelfsprekend lijken, moet je af en toe nog eens even nadenken. Maar dat wil niet zeggen dat je een slecht mens bent. Want dat gaat mij te ver. Ik ben niet in staat om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik vind dat de dokter daar buiten moet blijven. Eichmann. Maar dokter, zo was het helemaal niet. Het waren geen miljoenen mensen. Het waren getallen, lijsten, rapporten en zo meer. Het was een uitweg voor een probleem. Een exercitie in organisatie, durf, doortastendheid en moed. U zou eens moeten beseffen welke astronomische veiligheidskwestie ik heb mogen helpen oplossen. Kan er een collectieve slechtheid bestaan? Oh ja, als mensen collectief de verkeerde kant op gaan, dan denk je meteen aan Hitler-Duitsland. Als mensen zich laten betoveren door iemand die zeer kwaadaardige dingen wil, dan kan het verschrikkelijk fout gaan. Een zondebok aanwijzen, is dat misschien het kwaad van de maatschappij? Een ander tot zondebok verklaren betekent eigenlijk dat je je eigen problemen in de ander projecteert. Dat leidt tot meer ellende. Het is heel aanlokkelijk om iets waar je zelf fout zit toe te schrijven aan een ander of aan omstandigheden. Dat is iets wat heel makkelijk gebeurt. Wat ik in het dagelijks leven bij de mensen met wie ik werk ook heel vaak tegenkom. En dan probeer ik om heel voorzichtig hen te laten zien dat er misschien ook een eigen aandeel is. Maar je ziet ook dat het verschijnsel vaak erger wordt. Dus zonder bokken, dat wordt vaak erger als mensen het moeilijker hebben. Als ze onder grotere druk staan. Dan is de neiging om het probleem naar buiten te leggen is groter. Althans, de verleiding om dat te doen is dan groter. Dus je kunt ook verwachten dat in de maatschappij waar de spanningen oplopen, die neiging tot zondebokken ook toeneemt. Dat zie je over de hele wereld voortdurend. Als er conflicten en oorlogen zijn, hoe groter de druk en de stress, hoe extremer het zondebokken wordt. Hoe kunnen we dat probleem oplossen? Ja, door wat we nu doen, door te informeren. En ik denk dat praten mensen tot andere inzichten kan brengen. Daar moet je het uiteindelijk toch van hebben. Dat je dat mechanisme dat zondebokken heet, dat je dat blootlegt. En dat je mensen leert hoe je daar vat op kan krijgen. Je gaat dus iemand toe als het kan en je maakt een praatje en je vraagt hoe dat zit. Je doorbreekt zeg maar de afstand en de barrière. Je houdt contact, je praat, je wisselt uit. En op die manier zie je ineens dat er ook een mens tegenover je staat met allerlei gevoelens, gedachten die misschien wel rijker en gedifferentieerder, genuanceerder zijn dan je had vermoed. En als je daarvoor open kan staan, dan ben je bezig om het zondebokken te bestrijden. En trouwens ook uiteraard naar jezelf kijken, want niemand is vrij van die neiging om te zondebokken. Aan verdachten worden terroristische aanslagen met talrijke dodelijke slachtoffers en pogingen daartoe ten laste gelegd. Hij heeft via de media zijn betrokkenheid bij diverse van deze misdrijven bekend, maar geeft mij te kennen dat hij de westerse rechter als niet bevoegd beschouwt. Kunnen we zeggen dat angst voor buitenlanders, het wij-zij-denken, het kwaad van onze tijd is? Ik denk dat dat van alle tijden is. Ja, en het is eigenlijk heel absurd dat je in deze tijd, waar er zoveel vooruitgang is op allerlei gebieden, toch dit verschijnsel, wat heel oud is, nog steeds ziet terugkeren. We zouden toch, zou je bijna zeggen, wijzer moeten worden. Een samenleving die echt gezond is, die staat open voor invloeden van buiten.
En neem een land als Amerika, dat is een land waar immigranten een enorm belangrijke rol hebben gespeeld. En die maatschappij, dat land, die staat, is in staat om al die mensen op te nemen. Om die te laten integreren. En ik vind dat iets wat heel sterk is, dat je daartoe in staat bent. In tegenstelling tot de neiging tot verstarring en het weghouden van het nieuwe dat we nu hier in Nederland eigenlijk toch vaak wel zien overheersen. Het immigratiebeleid is nu heel strikt geworden. En je kunt je afvragen of dat wel per se nodig is. Ja, kunt u dat uitleggen? Ik ben geen deskundige op het gebied van beleid of van immigratie. Maar in het algemeen vind ik als psychiater dat je de confrontatie en de ontmoeting met alles wat vreemd lijkt, dat je dat niet uit de weg moet gaan. Want je kunt daar een hoop moois leren. Maar ik denk dat er in de politiek en in de media een trend is, een bedenkelijke trend, die de andere kant op gaat. Waardoor je als het ware van iemand met een andere kleur of met een ander geloof bang moet zijn. En dat is doodzonde. Kan het kwaad nuttig zijn? Of zouden we beter af zijn zonder? Psychiater, het kwaad verdient respect. Simpelweg omdat er anders geen goed zou zijn. Het kwaad leren kennen door het ernstig te nemen. En dan proberen dat in rook te laten opgaan.